Goeiedag, met wie spreek ik, zei u? Met Johnny van Terrasseer op Kookmarkt in Emmeloord. Oké, ik spreek met een handelaar. Jeetje, ik belde namelijk naar aanleiding van een advertentie over een kurkentrekker. Voor die, de kurkentrekker? Ja. Ja, oké. Dus, het is wel een echte pinty. Nee, ik was eigenlijk op zoek naar een brokante namelijk. Ik weet niet hoe dat wat zegt trouwens, maar... Ik zal even gaan kijken. Ik pak wel even de kurkentrekker bij. Sorry? Dat is gewoon een pinty, ja. Ja. Nee, maar dus brokanten verkoopt u helemaal niet eigenlijk? Nee. Dus echt goede kurkentrekkers heeft u niet? Wat zegt u, goede? Goede kurkentrekkers. Op zich is die van pinty ook goed. Op zich een fijn ding voor huistuin en keukengebruik. Klopt. Ja, absoluut. Ja. Dus ik weet niet, dat van brokant, is dat een ander merk of is dat een lijn? Want dat zegt mij zo in eerste instantie niks, moet ik eerlijk zeggen. U houdt me toch niet voor de gek, hoop ik, hè? Ik bedoel, brokante is natuurlijk de naam in de kurkentrekkerland. Dat is echt, ja. Sorry. Nee, nooit van gehoord. Nee, wat we voornamelijk eigenlijk doen met de print, die artikelen, zeg maar, zijn echt besteksets. Besteksets? Ja, de besteksets en dergelijke. En die accessoires, dat doen we eigenlijk iets wat minder mee. Dus oké. Okay. Vandaar dat u zich ook niet echt verdiept in keukentrekkers, zeg maar. Nee, oké. Nou ja, goed. Als ik u dus, bij deze, leermomentje. Dus als je het echt over keukentrekkers hebt, dan is er maar eens de Mercedes om de keukentrekkers. Dat is gewoon de Brokanti. En dat is dan hele andere prijzen, denk ik, of valt dat dan weer mee? Dat hangt er vanaf hoeveel u wilt inkopen, eigenlijk. Maar in principe, de richtprijs, wat kost deze bij u? 18 euro ex, geloof ik? Oké, ja, precies. Nou ja, die brokanties die zitten dan net iets hoger. Je hebt ook een messinguitvoering en die zit dan tegen de 35 euro. Maar goed, daar heb je wel liefhebbers voor, hoor. Als je echte wijnproevers hebt, bijvoorbeeld, die zullen een fles wijn echt niet met een pinty openmaken, hoor. Nee, die kijken wel uit. Dat is net als een sigaar aansteken met een Zippo. Ja, dat is inderdaad niet zo'n hele mooie combinatie. Nee, nee. Ja, maar goed. Die van brokanten hebben wij dus niet. Maar eventueel die van pinty voor inderdaad wordt dus in huis naar de keuken gebruikt. Dat moet uitstekend lukken. Even kijken, dus 1899x zegt u? 1895 inclusief btw. Inclusief zelfs? Ja, ja. Nou, dan staan ze een tientje te duur op de website. Is het zo? Ja, zo 1995. Oké. Nou, ik heb hem daar nu voor staan, dus... Nou, maar goed, ja. Ik heb verder toch geen kurkentrekker nodig, dus het gaat niet om. Maar het was even, ik was benieuwd naar de importkanalen. En mocht u zelf nog interesse hebben in een echte brokant, dan... Zelf die brokant is of? Ja, ik ben importeur. Vandaar, ik weet nou precies ook wat jouw marge is op die pinties. Ik bedoel, ze gaan altijd via mij. Maar mocht u interesse hebben in die brokanties, mocht daar vraag naar zijn bij jullie. Maar ik geloof, bij jullie in de regio Zuid is niet zo heel veel wijn, hè? Dus heb je niet echt liefhebbers, niet echt mensen die... Nee, dat valt er niet. Hier is dat niet echt een plekje gedaan. Nee, bij jullie steken ze gewoon een sigaar aan met een Zippo, zeg maar. Wij roken niet eens zoveel sigaren, moet ik zeggen. Nou, hier, moet je aan. Nee, waarom niet? Nee, dat is echt een beetje meer... toch wat meer de andere kant op hier. Heb je dat niet zo heel erg? We roken af en toe een sigaar en we gaan stappen met de auto. Jullie eten ook haring zonder uitjes? Ik zie die haring in maken dan trouwens. Maar er wordt hier wel haring met uitjes. Ja, maar sorry, ik heb trouwens niet de hele dag de tijd. We dwalen een klein beetje af. Maar goed, we zijn in ieder geval een beetje van elkaar op het hoofd. Mocht je er interesse in hebben, ja. Mocht er vraag naar komen, die brokanties, dan hoor ik het al. Ja, is goed. Fijne dag verder. Fijne dagen trouwens. Ja, uiteraard. Ja, fijne feestdagen en gelukkig. Ja. Maak zelf luid. Hey, hou hem hard, hè? Ja, hartstikke goed. Doei. Met die pin.